Hallo, ik ben Gert IJsseldijk en werk bij hotelrestaurant Witteberg in Epe. Nou, we hebben hier een stroedel, een soort stroedel van groene asperges, anijschampignons en terwolse geitenkaas. Maar dan in een filodeeg gewikkeld. Daarbij ligt wat roeien. Dat is weer meer een Zuid-Europese saus, vergelijkbaar met pesto, maar dan voornamelijk van rode paprika. En wat kruidenolie en courgette. Vegetarische gerechten. De Vegetariërsbond noemt jullie op hun site. Hoe belangrijk zijn de vegetarische gerechten hier? Want ik heb ook gezien, een aantal soepen heb je en twee hoofdgerechten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Je merkt steeds meer dat de mensen, ondanks dat ze misschien niet vegetarisch zijn, dat er steeds meer vegetarisch gegeten gaat worden. Ook met salades en vetarm is ook belangrijk tegenwoordig. Vers is belangrijk tegenwoordig. En dat gaat steeds meer gekozen worden. Wat mij opvalt is dat heel veel hier uit de streek komt. Doe je dat heel bewust? Ja, dat vinden we leuk. Dat is ook lekker. Verse groentes en ook van kleine bedrijven zoals die Terwolse geitenkaas komt hier niet zo ver vandaan. En daar kan je hartstikke mooi mee koken. En het heeft mooie smaken.